De NV Energiebedrijven Suriname, de EBS, heeft begin deze week een aanvang gemaakt met de vervanging van ongeveer 1000 defecte straatverlichtingsarmaturen in de gebieden Paramaribo Centrum, Beekhuizen en Flora. Landelijk zijn er meer dan 4000 geregistreerde storingen. Naast storingen komen er ook nieuwe aanvragen voor straatverlichting vanuit de overheid en verkavelaars. De afgelopen periode hadden we helemaal geen licht in de straat en het was verschrikkelijk donker. Het was niet zo aangenaam. Het was verschrikkelijk donker en we moesten in de avond altijd alert zijn. Want we hoorden honden blaffen en we konden niet echt goed slapen. Nu hoe de verlichting wordt vervangen, zijn we natuurlijk heel blij. En natuurlijk kunnen we dan heel dus gerust slapen. Ik woon 6-7 jaar hier zo. Ik ben blij dat we die lampen vervangen. Het was echt donker en ja, het is een beetje gevaarlijk vind ik. Momenteel is de achterstand in nieuwe aanvragen 5000. Dit brengt de totale achterstand voor wat betreft straatverlichting op 9000. De EBS zou deze achterstand het liefst in één keer willen wegwerken. Bij de aanpak van de storingen kiest het bedrijf voor een duurzame oplossing door de High Pressure Lemonade HPL witlicht en High Pressure Sodium zongeellicht lampen meteen te vervangen met LED straatverlichting. De supervisor van de afdeling Public Lighting van de EBS, de heer Yigal Kopinski, geeft ons meer inzicht hierin. De EBS kan niet alles vervangen in één keer. We zitten namelijk ook met manpower. Wat mogelijk zou zijn is misschien als je meerdere contractorbedrijven zou aantrekken. Maar dan zit je aan de andere kant. Die mannen moeten ook expertise hebben als het komt op ons netwerk. Je kan niet zonder meer komen en een lamp hangen. Het is niet zoals we thuis komen, je hangt de lamp, eentje is uitgebrand. Dus er is sowieso een expertise nodig om het te doen. Maar om alles in één keer te doen, die capaciteit hebben we nog niet. We starten voornamelijk met waar er veel storingen zijn. De lijst wordt dan opgemaakt en in samenspraak met de directie wordt er dan goedkeuring gegeven om dan te starten. Maar voor de eerste bunch van 1000 zijn we dus Centrum en Flora bezig. Op dagbasis per contractorploeg kunnen we ongeveer 30 stuks doen. We hebben momenteel 4 contractorploegen, dus als het een dag is waarbij je het weer en zo mee hebt, kunnen we ongeveer 120 stuks doen. De voordelen van LED ten opzichte van de oude HPL en zon die we gebruiken is, LED's hebben een betere lichtsterkte voor een lager vermogen. Anders gezegd, een LED-armatuur van 30 watt, tussen de 30 en 40 watt, kan vergeleken worden met een HPL-lamp van ongeveer 80 watt. Los daarvan is het licht dat uit een LED-armatuur komt ook helderder dan de oude HPL- en zonarmaturen. Bekend is dat als we kijken naar milieugevolgen, weten we dat we bijvoorbeeld de oude HPL-lampen hebben kwik erin. En zoals we weten is kwik schadelijk voor de mens. En als op een of andere manier zo'n lamp kapot gaat, valt je kwik naar beneden. Al is het een beetje, het beetje kwik dat erin zit, valt naar beneden. Terwijl onze LED-armaturen dat niet bezitten. De investeringen voor het onderhoud, de reparatie en uitbreiding van de straatverlichting landelijk zijn enorm. Bij storingen moet gedacht worden aan onverwachte defecten bij bepaalde lampen en armaturen. In dit rijtje plaatsen wij ook vandalisme, opzettelijke vernietiging en diefstal. De oorzaak van defecten die optreden zijn voor meer dan 50% te wijten aan schade door derden veroorzaakt. Masten worden aangereden en kosten zijn moeilijk of niet meteen verhaalbaar. De EBS wordt ook vaak geconfronteerd met vandalisme en diefstal. Straatverlichting is een publieksgoed en een ieder heeft baat bij het optimaal functioneren hiervan. Het bedrijf doet daarom een beroep op de burgerij om schade door derden of kennis van diefstal of vandalisme aan straatverlichting door te geven aan de EBS via de klantenservice op het nummer 175 of aan de politie. Like onze Facebookpagina NV Energiebedrijven Suriname.
opname ABS en blijf op de hoogte van het LED straatverlichtingsproject. Voor meer informatie bezoek de ABS website op www.nvabs.com.